Mats in 2 jaar tijd. En nu de Feyenoord, dat is geweldig. Ook goed voor ons. Ja, Matthijs is natuurlijk helemaal een bizar verhaal. Dus dat levert goed geld op. En dat betekent ook dat we de juiste werkwijze qua staf hebben, qua club. En inderdaad geld in het laadje voor de club. Dus voor iedereen is het eigenlijk goed. Het is heel vervelend dat ze weggaan. Maar het is ook het podium wat je hebt. En dan moet je dat ook laten gebeuren dan. Met Excelsior promoveren naar de Eredivisie, dat kunstje had je al eens geflikt. Het is voor de tweede keer gelukt. Je daarna handhaven in de Eredivisie is jou ook al een keer gelukt met Excelsior. Gaat dat weer gebeuren? Ja, dat is wel de doelstelling. Dat lijkt me duidelijk natuurlijk. Dat zou geweldig zijn. En dat kan altijd. Dat hebben we gezien in de afgelopen seizoenen. Ook in andere clubs. Go Dikkels bijvoorbeeld. Die deed het zeker. Het Cambuur deed het uitstekend. Dus dat is zeker niet onmogelijk. Wat moet er nog gebeuren in jouw ogen om daar inderdaad te komen? Nou ja, we moeten natuurlijk wat goals halen. We zijn goals kwijt met Dalliga zo die voor vertrek staat. En Wiever kwijt. Nou, ik denk dat we Niemeyer ook kwijt zijn. Dus je verliest daar wel heel veel body en heel veel goals. Dus als ik kan, willen we het graag halen natuurlijk. Dus voorin wordt het een grote uitdaging om spelers erbij te halen. En dat is ook altijd het moeilijkste en het duurste. En over elke linie hebben we nog wel wat nodig. Dus de elfde stap pas in de stijgers. Het scheelt wel dat er voor Wiever en met name voor Dallinga natuurlijk ook geld binnenkomt. Wat bij Excelsior lang niet altijd het geval is. Het geeft ook aan dat er een mooi transferbeleid gaande is. Nee, het is natuurlijk een geweldige ontwikkeling. Hebben de jongens gemaakt. Mats in 2 jaar tijd. En nu de Feyenoord, dat is geweldig. Ook goed voor ons. Ja, Matthijs is natuurlijk helemaal een bizar verhaal. Dus dat levert goed geld op. En dat betekent ook dat we de juiste werkwijze qua staf hebben, qua club. En inderdaad geld in het laadje voor de club. Dus voor iedereen is het eigenlijk goed. Het is heel vervelend dat ze weggaan. Maar het is ook het podium wat je hebt. En dan moet je dat ook laten gebeuren dan. Het moet wel heel dubbel zijn. Want enerzijds zie je die spelers oogsten waarmee je hebt gewerkt. En terecht ook met het seizoen wat ze hebben gehad. Anderzijds had jij ze natuurlijk heel graag erbij gehad nog steeds. Ja, klopt, maar ze hebben ook veel teruggegeven aan de club. En het waren ook jongens waar ik wel persoonlijk heel goed mee kon, heel veel aandacht aan besteed heb. Dus je voelt ook daar wel de waardering. Dus dat is prima. En natuurlijk wil je kijken als we met het elftal waar we mee geëindigd zijn zou beginnen. Dan denk ik dat het bijna garantie zou zijn om erin te blijven. Denk ik, met die kwaliteiten en die jongens, hoe leergerig zijn, hoe sterk team het is. Ja, dat is niet zo. Dus je moet bouwen en zorgen dat je met dit verhaal andere spelers kan aantrekken. Dat is best wel lastig, zeker in deze fase. Omdat met name ook een aantal eerste clubs zich behoorlijk roeren op het transgebied. En we hebben ook met een aantal spelers gesproken die kiezen voor de eerste divisie in plaats van de Eredivisie. Dat is in deze fase ook wat moeilijker. Maar dat zegt misschien ook wat over de ambitie van dat soort spelers. Je zei net al even iets over de Eredivisie de laatste jaren en gepromoveerde teams die dan vaak in hun eerste jaar voor een verrassing zorgen. Waar zit dat hem, denk je, in? En hoe kun jij dat als trainer van zo'n net gepromoveerde club in je voordeel gebruiken? Vaak in een stukje onbevangenheid. De jongens gaan er gewoon voor. Die kijken er alleen maar naar uit. Die zien geen angst. Die voelen geen druk. Niks te verliezen. Toch de promovendus, dus de underdog. Dus ik denk dat. Je wordt vaak, en hoop ik nu ook weer, positief verrast over jongens die blijkbaar het niveau toch aankunnen. Dat is natuurlijk afwachten. Vorige keer ging alleen Veldwijk eigenlijk weg en kwam Tom van weer terug. En voor de rest bleven we eigenlijk met hetzelfde team en bijna iedereen kon het niveau aan. Dus daarin word je vaak positief verrast. Dus die twee dingen, denk ik. In de andere linies staat Excelsior er wel een stuk beter voor. Hij is eigenlijk redelijk intact gebleven. Zeker nu Horemans, Tjuaon en Goudmijn opnieuw gehuurd worden. Over die drie spelers waarvan deze week het nieuwste er is. Hoezo wil je die er graag langer bij hebben? Horemans is natuurlijk een stabiele factor tijden. En past heel goed in mijn speelwijze. Omdat ik wil voetballen, met name van achteruit. Maar ook gewoon echt wil voetballen. En hij kan heel goed voetballen. Dus in die zin is dat mooi. Nou, Nathan is een exponent van de jeugdafdeling. Hij heeft zich ontwikkeld de laatste paar jaar. Hij moet nog wat stabieler worden, maar heeft hem met name in de play-offs geweldig gedaan. Dus linksback zijn ook heel moeilijk, dus dat is heel fijn dat je die zelf kan opleiden. Ja, Goudmijn heeft na een wat moeilijke start, vond ik van ons, na de winterstop geweldig opgepakt. Ook als ik hem vandaag zag trainen, ja, dat straalde er vanaf. Heeft het naar zijn zin hier. Is ook een puur zang voetballer, dus ook weer binnen mijn speelwijze past hij heel goed. Dus ja, ik ben heel blij dat we die drie, omdat we ook al weten hoe we spelen en wat er verwacht wordt binnen onze cultuur, zeg maar. Dus dat maakt het makkelijker. Er moet
zeker in de voorste linie wel het nodige gebeuren nog, geef je aan. Ondertussen zit de club wel in de situatie dat de technisch directeur weg is natuurlijk. Hoe kijk je daarnaar en vooral die combinatie daarvan? Want qua timing lijkt het mij van buitenaf het minst geschikte moment om een TD in te ruilen. Ja, dat klopt. Maar je ziet wat deze week gebeurd heeft. Wat Daan van Bovenberg deze week voor elkaar heb gekregen. 4-5 contractverlengingen. Dus dat geeft bepaalde daadkracht aan. Dus dat is belangrijk. Mario Been bemoeit zich wat actiever met beleid. Ik ben wat actiever met het technische beleid. Ja, en ik verwacht op hele korte termijn daar een jongen bij. Dus dan gaan we het wat met z'n vieren doen. En ik denk dat het prima draagvlak heeft voor de club, maar ook richting de spelers. Dus ja, ik zie dat probleem niet zo. Je hebt wel het vertrouwen dat, ondanks de afwezigheid van de TD, dat die selectie al op tijd wordt samengesteld? Ja, nou, we hadden ook met de vorige TD, Nick, al de afspraak van nou, we moeten geduld hebben. Ik zei net al, de financiële positie soms ten opzichte van de eerste ploegen. Ja, de laatste paar weken komen de beste spelers voorbij. Dus we moeten gewoon een deel van ons budget daarvoor bewaren. En nu wat we nu kunnen halen, wat binnen onze speelwijze en financieel past, nu halen. Nou, dat is goed met de verlengingen. We proberen op korte termijn als ik kan erbij te halen. Nou, dat zou geweldig zijn. Hij wil graag. Natuurlijk ben je afhankelijk ook van Feyenoord, maar hij wil hier graag. Hij heeft het geweldig naar zijn zin. Dus als die ook erbij komen, dan geeft het ons even rust de komende tijd. Hoe schat jij die kans in? Gaat dat uiteindelijk lukken, zegt je gevoel je dat? Ja, als ik Mauro mag geloven wel. Maar je weet het natuurlijk nooit. Wat ik zei, je bent ook afhankelijk van andere ploegen. Maar hij heeft het hier zo goed gedaan. Hij heeft hier ook zoveel liefde gevoeld. En daar is hij heel, heel, heel dankbaar voor, maar ook heel gevoelig voor. Dus het zou voor hem heel goed zijn in deze vertrouwde omgeving te gaan spelen. Ja, hij kan zeker de Eredivisie aan, daar ben ik van overtuigd. En kan die belangrijk voor ons zijn. Dus dan een mooie transfer maken. Dat zou mooi zijn. Succes dit jaar. Dankjewel, Marinus. Hey.